In de huidige digitale wereld zijn er naast de traditionele meerdere vormen van criminaliteit. Cybersecurity heeft te maken met ons allemaal. Cybercrime zijn dus eigenlijk criminele activiteiten die plaatsvinden door middel van software, hardware, apparatuur, netwerken van anderen. De slachtoffers hiervan, zij hoeven niet per se te behoeven aan een computer of een internetsysteem. Een internetaansluiting. En, het kan ook gewoon via een smartphone of bankpasjes dat je de slachtoffer wordt van zo'n cybercrime of een cyberaanval. Kijk, als land kan je grenzen beveiligen. Je kan het afbaken. Maar een cyberworld niet. Dat is van ons allemaal. Het is één wereld. Één grote wereld. Cyberworld. In de opkomende High Level Security Conference, die gericht is op het bestrijden van transnationale georganiseerde misdaad, zal men zich ook focussen op cybercrime, cyberdefense en cybersecurity, ten einde ons weerbaar te maken tegen elke vorm van criminaliteit. Dagelijks worden we geconfronteerd met websites die zijn gehackt, e-mailaccounts die zijn gehackt, social media accounts die zijn gekloond en zo kunnen we doorgaan. Weet je hoeveel mensen in ons land geld hebben verloren met hun creditcard? Cyberdefense, dus de beveiliging ervan. Dus eigenlijk de planning om ervoor te zorgen dat eigenlijk het apparatuur, netwerken dat gebruikt wordt door de samenleving, van tevoren eigenlijk al bedacht wordt hoe we dat gaan beveiligen. Maar ook hoe we mensen bewust gaan maken van de risico's. Oorlog tegenwoordig wordt niet alleen meer fysiek gevoerd, ook in cyberspace. We gaan je uitschakelen. Je stroomleverancier, waterleiding, telecommunicatieprovider en dan zit je in het donker. En dat is de realiteit. Zo gaan georganiseerde criminelen niet te werk. Dus iedereen is een risico. En natuurlijk, sommige bedrijven, sommige organisaties hebben een groter risico. Maar iedereen is eigenlijk een risico. En deze conference kan er zeker bijdragen in de bewustwording, maar twee ook dat er landelijk iedereen bij elkaar komt om ervoor te zorgen dat de risico's voor Suriname zo minimaal worden en we onszelf zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op mogelijke aanvallen. En daarom is het belangrijk, één, je critical infrastructure. En daarna gaan we kijken naar de uitdagingen, de opportunities en kijken met wie we kunnen samenwerken. En dat doen we dus bilateraal, regionaal, biregionaal en multilateraal. Let's think. Join forces and act together. Hashtag HLSC 2022.